For the shot, it's nice to have a wine, and then we say santé, and then you explain something about your formula. Yeah. And then. No. Vorige week hebben wij wijn gezopen. We zijn daarna meteen gaan doorzuipen. Het is nu 22:00 PM. We gaan nu ons volgende item opnemen. En dat gaan we doen met een plopkap, dat heet Luxury TV. Toen we dat wilden opnemen, toen flikkerde een tv uit het raam. Daar hebben we net op staan vechten. This is Luxury TV from Paris. Can I help you guys? There's someone coming. No, this is Luxury TV. No, no, no. This is Luxury TV. Give me this. Luxury TV. Luxury TV. Luxury TV for tonight. Om nog een klein beetje programma te proberen te maken hier, zo. Ja. Wat we gaan doen. We hebben een hele mooie award. We hebben een hele mooie award. Oh, je hebt de award. Number one crème brûlée. Nee, er staat Paris best crème brûlée. Oké, de beste crème brûlée in Paris. Ja. Dus we gaan nu langs restaurantjes die waarschijnlijk al dicht zijn, want het is 23:00 PM. Want onze andere opname liep een beetje uit, maar die filmpjes zie je nu. Flashback. Er staat een man, ik vind het allemaal goed. Can you please wake up? Hello? Can you please wake up? End of flashback. Zo, die zijn dronken. Ons beurt een woord. Ja. Dus. We gaan. Dit is 2 woorden. Ah, ja. Dus. We. Gaan. Op. Stop. Op. Dus. We. Gaan. Op. Stop. Naar. Crème. Bru. Lee. Dat is 1 woord nu. Mic drop. Toch niet. We gaan proberen of we met deze fantastische award kunnen testen. A.k.a. gratis crème brûlée eten. Ja. Maar we weten helemaal niet of ze crème brûlée serveren. Ja. Dat wordt funny als ze het niet hebben. En de tactiek is, niet zoals Mark vorige week, moeten ze inpakken. Ja, maar volgens mij heeft Mark iets te veel beers gegeten. Mark wordt nu ingepakt door 2 beers. Beer? I have too many beers. Dus, we gaan proberen crème brûlée hier te fixen. YOLO. Ja. Yeah. Bitches. Bitches. Hi. Hallo. Bonjour. Are you the owner? Yeah. It's not possible. Oh, we are. Can we outside? Yeah. We are from a Dutch television program. Yeah. We have an award for the best crème brûlée in Paris. Okay. You are nominated because of our Dutch. I don't have a crème brûlée. You do not have a crème brûlée. No. Oh, merde, merde, merde. Do you have a limoncello? He had too many beers, I think. Yeah, but it's not possible. Okay, so it's gone. Stop. Thank you. Yeah. Yeah. Oh, okay. We zijn alle drie dood, maar dat moeten we niet laten zien. Nee. Dat is heel belangrijk. Even voor duidelijkheid, we staan nu voor het tentje. Ja, we staan voor het tentje, ja. We gaan nu naar binnen. Het beste crème brûlée. Jij moet buiten blijven. Ja. Ja. Heb je het vorige week allemaal gezien? Ja, dat was niet best. Ja, je gaat wegrennen. Heb ik gezien dat jij betaald hebt. Serieus? Ja, ja. Je hebt al afgerekend, we zagen het. Do you want me to pay now? Yes, sure, you should pay. For the... Zij zei ja? Ja! Nee! Wij gaan nu even laten zien how it's done, ja. Bitches. Done. Mag ik echt niet mee? Nee, echt opdieven. Er zijn grenzen, ik ga gewoon mee, maar ik ben wel stil. Oké. Nee, vind ik het goeie? Is het een goeie? Wacht even. We hebben A, mondkapjes nodig. B, jij bent de regisseur, dus je mag 2 keer wat zeggen. Maximaal 2 keer. Ja, je hebt 2 woorden. Ja? Dus maximaal. Ik! En dan zeg je van, let's try another shot. Who's the spokesperson for this restaurant?
Can we ask my director? Okay. The boss. Can we have our director? So this is Luxury TV, okay. And we have a trophy for the best crème brûlée from Paris. And we were here. Yeah. So why is your crème brûlée so good? Because it's a secret. Can we try that secret? Yeah, no problem. Yeah. Antoine. Thank you very much. Over here. Yeah. Ik zweer je, als jij dit weer verneukt. Ja, maar echt. Ik ga nu dingen zeggen tegen de camera weer van dat het alles goed in shot staat, weet je wel. Van echt alsof we een zeer gedegen programma aan het maken zijn. En we moeten ons ook zo gedragen. Dus even rechtop. En even niet lopen met hoe de lamp ook zijn. Ja? En dit is dit is waar het allemaal om draait. Dit is de prijs. De eyes on the prize. Ze doen mee aan de prijs, motherfucker. Ja, maar ga me nou niet. Vond jij dit beter? Kijk, we kunnen allemaal wel concluderen dat ik heel slecht ben in een tent instappen. En heel netjes een verhaal doen, want je begon nou weer te schreeuwen. De crème brûlée. Oké. Kijk, daar ga je even voor de public. There's a dessert wine that should go with the crème brûlée. Yes, we have some sweet wine if you want. Ah. Let's come with the crème brûlée. Is it possible to mix the two for the show, for the people at home? Oh, really? Oui. Yeah. Yeah, we really enjoy that. And you're welcome. Especially when it's for free, so it's nice. Yeah. Oh, I can give you a glass of sweet wine. Thank you so much. Uitspreken. Jongens, ik heb zo slecht. Nee, maar nee, het is overduidelijk dat je die moet zeggen met je luxury fucking plop, toch? Je zegt aan het einde, terwijl je alles hebt gekregen, zeg je, hé, hey, we gaan nu, moeten we nog wat afrekenen? Nee, we hebben net een woord gekregen. Het is wel goed zo, dat is de fucking truc. Je gaat niet bij de presentatie zeggen, weet je, vooral als het gratis is, dan vinden we het heel leuk. Mark, we houden van je, maar gewoon iets minder schreeuwen. Oh, thank you very much for the nice sweet wine. Dit doe je goed, dit doe je heel goed. No, wait, that goes too fast, sorry. Yeah, slow. Closer. Wait. It's a slow-mo. It's like you go. Yeah. Like you this. Tickle it. Like first. Yeah. First like this. Tickle. And then you take it. Yeah, you touch it. Okay. Wait. Okay. No. You tickle to the glass. I say. Exactly. Yeah. Okay. Yeah. Wait. So I say go, and then you start tickling. One, yeah. Two, three, go. Tickle. Yeah, then, you yeah. take the... Perfect. Now you can take it. Perfect. Yeah, thank you. And then we say... On the sauté. Genaid. Egalité, fraternité, y... Liberté. Liberté. For me, is so cool, huh? It's by far the best combination of crème brûlée and dessert wine. Yes. Thank you so much. You're welcome. Your name was? Anjurina. Exactly. Wat een man. Ik hoop niet dat ze doorhebben dat wij hier de boel zitten te blazen, want dat lijkt me redelijk duidelijk. Maar goed. Sir, we have to round it up because we have to go to the next one. We tasted your crème brûlée. Yes. We tasted your dessert wine. It was amazing. Very good. But we still have some other places to go to. We might come back tonight. Until what time are you open? Yeah, we close at midnight. Midnight. Perfect. Do we need to pay for anything? What is... Yes, we have a little bit... Sorry? Yes. For the wine. Only for the wine? Yes. But this is kind of new for us, because we make the videos. What do we have to pay? I think I'm going to ask my responsible of something. Het zou zomaar kunnen zijn dat we hiervan moeten betalen. Wat redelijk logisch is. Ik moet eerlijk zeggen, het is lastig om zo'n programma te presenteren als je best wel veel gesopen hebt. En dan ook nog een taalbarrière. Helpt ook niet mee. Heb je Mark Baners bij je, die begint te schreeuwen op het moment dat hij iets mag zeggen. Helpt ook niet mee. Dus ik snap de mensen die nu misschien een beetje sceptisch zijn over ons programma. Want
Ik kom niet heel professioneel over op dit moment. Behalve jij. Jij doet echt goed. Ik zie je oortje. En dan je outfit. Ik weet niet waar de fuck je dat vandaan hebt gehaald, maar... past wel mooi bij de vloerdecoratie. Gewoon heel heftig. Yes, you have a check for you. Sorry? You have a check for the creme brulee and this for the glass of wine. We have the what? For the creme brulee and for the glass of wine. We have the check for the creme brulee and, yes. And the rest of wine. Exactly. Nou, we moeten betalen voor de creme brulee en de wijn. Voor de miljoenen volgers die nu zitten te kijken. Dit is echt een restaurant. Bediening was echt mateloos. Het spijt me zeer, maar ik heb ratten in de keuken gezien. Het is een restaurant waar je niet heen wil. Ik voel me hier ook totaal niet prettig. Ik wil eigenlijk gewoon liever dood dan dat ik hier blijf. Ze gaan ons laten betalen. Maar goed, hè? We blijven hem nog even uitmelken, omdat hij nu waarschijnlijk ongemakkelijker is dan ik. En dat vind ik mooi. Dus de lampen, ja, hadden iets... Oh, dat loopt nu ook gewoon weg. Oké, ik denk dat ze ons doorhebben. Maar ik weet niet zeker, want eerst hoeven we de creme brulee niet af te rekenen. Nu moet dat wel. En dat is gewoon anders. Of zei je nou dat we niet hoeven te betalen? Dan moeten we echt serieus betalen. Ja, dat wordt pijnlijk. Not very expensive. 44. For one creme brulee and for... glass of sweet wine. Cool. Can I pay with Bitcoin? No, we don't take it. Of course not. Alright. Can I do rock, paper, scissors? Rock, paper, scissors? Ja. We moeten betalen. I'm not leaving! I'm not leaving! What's... Ow, dat je klap ook. What's our next journey in our mess of plans? Our next journey is to go to the next crema brulette. This is luxury TV. Where is the TV? Hello. Can we speak someone? Because there is a big tip. We need the chef. We need the chef. For our Dutch viewers, we zijn hier in een van de mooiste tentjes van Parijs. We krijgen hier nu echt een enorme, enorme opdonder. Want volgens mij gaat het ons zelfs lukken ook. So we have an award. Yeah. I give you an eye wink, most probably you're gonna win it. Yeah. But first, we have to try. Yeah. We have to try the creme brulee for our show. So we have that on our show, then we try it, we taste it, then we give you the creme brulee award of Paris. And this lady, who is a big chef in the Netherlands, she's gonna award it to you. Yeah, and she's one of the famous creme brulee tasters in the Netherlands. So can we just for the show do a little scene that we try the creme brulee, and then we have a big show. And, okay, yeah. Bravo! Bravo! Can we try it here? Ik wil er wijn bij. For the shot is nice to have a wine and then we say santé. Then we give the chef the award. She's gonna give it. We santé with each other. And then you explain something about your formula. Yeah. And then... Oh no? My formula is for me. No. But you tell a few, we want to learn some few words. Just before eggs and sugar. No, okay. And after this, I can tell you what I make it. So we have the best crema brulade. Yes. We went like here in Paris for like a few days. Last time we went here, we get some sauterne. Yes, we have côte de lion.
Do you have Sauternes with the... Yeah, it's like Sauternes, it's a sweet wine. Yes, it's good, a sweet wine too. I show you. It's yeah. Okay, nice, nice, nice. It will be okay, good for the show. Wait, because I need to go, because tomorrow... Oh, yeah, exactly, that's what I'm saying. So we have here the... Okay, we're gonna try, Jeff. And it's like a little bit Sauternes too? Yes. Yeah, Mark, we gaan nu naar... If you have the, if you have three glasses of the Sauternes... Sorry, don't go... Ja, je wordt er helemaal van uit. Ging gewoon heel we can try the wine together. Ja, ik ga gewoon weg. Nee, ik ga echt weg. Hoezo? Gast, nu verneuken mijn hele fucking nee, show. Nee, het was zo goed. Ja, dat... Zo. Okay. So, this is... Nah. Sorry hoor, maar mag je even zo zeggen? Dat deze was stukken slechter dan de vorige. Ja, het was minder goed, maar mijn hem. Hoe is het? This is, obvious, the best crème brûlée. It is very nice crème brûlée. Now we're gonna introduce Sophie and then we're gonna celebrate on camera. Oh. So now it's gonna happen. Okay. Oh. Yes! Oh. Thank you. Yeah. And now we do something. Come on, people! Hey, so you want to go on. Can we have a shot of us singing? A limoncello! Limoncello round for the view! And then... Limoncello! Okay. Limoncello! Limoncello! Wait. Let's make some pictures for the social media. Yeah. Smile. Maybe we can do outside together. They give me my friend over there. What's her name? Niels from Luxury TV. Niels from Luxury TV. Give me a very big present for the best crème brûlée from Paris. Thank you, Netherlands, and see you next year. Next year. Every time we give an award, it's always a tradition that we take a limoncello with everybody. Cheers. Limoncello. No worries to celebrate. Limoncello di vita bello. Limoncello. Okay, jullie gaan naar buiten. Ja. Yeah. Yep. I'm very glad that we had the opportunity now to give it. It's very spontaneous. Do we have to pay for the crème brûlée? Okay. It's okay? All right, thank you very much. Yeah, very nice. Thank you. You too, thank you. We hebben gratis crème brûlée en gratis wijn gekregen en limoncello shots. Abonneer even op ons kanaal. Laat wat achter. En Martijn, het komt wel goed.